Een plugin waarbij je kisten, hoppers, deuren en zoveel meer kunt beschermen tegen andere spelers, dat kan met deze plugin. En welkom terug bij The Belgium Games. Vandaag ben ik hier met een nieuwe plugin tutorial. En vandaag ben ik hier met de plugin Block Locker. Block Locker laat je toe om eigenlijk ja, blokken te gaan blokkeren voor andere spelers. Het laat je dus eigenlijk toe om de, jouw kisten te gaan beschermen, om deuren te gaan beschermen. Zoals je hier kunt zien ook hoppers terecht, ja, terechters dus. Je kunt andere soorten van kisten, bowels, je kunt een hoop dingen gaan beschermen tegen andere spelers. Maar maar ook tegen Redstone. Tegen... Je kunt er ook voor zorgen dat andere spelers wel mee in jouw kist kunnen. Dat kun je allemaal doen met behulp van deze plugin. Dus eigenlijk een soort van ja, beveiligingsplugin voor jouw kisten en zoveel meer. Dus wat je doet is heel eenvoudig, je gaat naar de link hieronder in de beschrijving en dan klik je op het download now knopje. En eenmaal als je op dit knopje hebt geklikt, dan kan je gaan... hallo. <laughs> dan kan je gaan spelen van versie 1.14 tot versie 1.18. zoveel. Je haalt deze af, je plaatst die in je plugins folder van jouw server naar keuze. Vervolgens start je je server op en dan ga je een keertje naar jouw server. Eenmaal als je terecht bent gekomen op je server, dan kunnen we direct bochtjes gaan plaatsen op een hele hoop items. Zoals deuren, trapdoors, kisten, dispensers, droppers, hoppers, ovens. Die je allemaal wilt gaan beschermen, die enkel en alleen maar voor jou zijn. Of voor een hoop vrienden, of zelfs voor een groep. En nog een hoop andere dingen kun je hier namelijk mee doen. Dus zoals je dus kunt zien, heb ik hier een paar voorbeeldjes gemaakt. Heel eenvoudig. Hier hebben we een deur waar hier een bordje met private en dan Jens 1996 staat. Een groep en een timer. Nu eigenlijk is het is het heel eenvoudig. Wat je doet is gewoon bij een deur, rechtermuis met je bordje, en je ziet dus Private Jens 1996. Ik zelf kan de deur openen, en ik kan door de deur gaan of er gewoon langs lopen, maar, maar dan is mijn deur beschermd. Hier mijn ander account, als ik deze een keertje naar de deur laat toegaan, en ik klik op de deur, dan zie je dus dat you cannot use this block. Het is beschermd, ik kan dit niet gebruiken, maar... Ik kan het ook niet afbreken. Dat is trouwens ook nog eens een keertje beschermd tegen monsters en andere spelers die jouw spullen willen gaan afbreken. Nu, je kunt het dus niet alleen op al die voorwerpen doen zoals ik daar juist al heb gezegd. In de config file staat een hele waslijst van blokken, maar je kunt het dus ook op TNT zelf zetten. Ja, dat is heel vreemd, maar je kunt het dus ook doen. Je kunt het op hoppers zetten. Plus een kist, een gewone kist zoals hier, maar een dubbele kist die gaat automatisch eigenlijk gaan beschermd zijn door dit één bordje wat hier staat. Nu je ziet op dit bordje staan er meerdere. Private jij ja, 1996 en ook mijn ander account. Nu mijn ander account kan dus niet op deze deur, maar kan wel in deze kist, omdat zijn naam hier namelijk bij staat. En hoe, en hoe je dat doet, kan je eigenlijk op twee verschillende manieren doen en het is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Je bukt, je doet rechtermuisknop Ah! en dan kan je eigenlijk hier een, je, je berichtje gaan inzetten. Als eerste Doe je haakje open, de private, en dan vervolgens haak je dicht, dan de eerste speler. Vervolgens de tweede speler. Trouwens, als een speler zijn naam veel te lang is, zoals hier bijvoorbeeld. Dan gaat eigenlijk de server vanzelf weten van, ah oké, okay, die naam is veel te lang. Ik ga proberen die speler te gaan zoeken op de server. Heb ik hem gevonden, dan voeg ik hem automatisch toe aan het bordje. Heeft hij hem niet gevonden, dan krijg je een tilde, oftewel een golfje, voor de naam te staan. Dus dat, dan weet je dat hij die niet heeft gevonden. Maar nu kunnen dus zowel ik, als mijn andere account kunnen in deze kist... Trouwens, je kunt ook op een gewoon bordje, zoals hier met private, nog altijd gewone teksten zetten. Dus als je hier gewoon tekst neerplaatst, dat kan ook. En zelfs met andere kleuren. Heb je te weinig plaats? Heel eenvoudig, zet gewoon een nieuw bordje. En dan kunnen eigenlijk meerdere gebruikers daarop komen. Je ziet ook dat hier een trechter van boven staat. Maar als ik hier, oh dat was niet de bedoeling, maar als ik hier items van boven ga insteken, dan ga je te zien krijgen dat er niks gebeurt. En dat klopt, want redstone wordt niet toegelaten, eenmaal als je een private bordje gaat gebruiken. Wil je dit wel toelaten, dan moet je het volgende doen op het bordje iets extra bijschrijven. In plaats van het bordje af te breken, kunnen we eigenlijk het volgende doen. Rechtenmuissel op het bordje, en dan zie je al wat je moet typen. Namelijk in mijn blok bloklokker slash /blok blokker, lijnen is in mijn geval 4, niet 8, dat is 1, 2, 3 en 4 en dan doen we een haakje open, De haakje licht ga ik ook al typen en hier typen we redstone en ik denk dat het ja met kleine letters, dus als we dit doen en we gaan een keertje die er terug uithalen, terug insteken is dit wel met een hoofdletter, het is dus, dus wel met een hoofdletter dan gaat hij alle bochtjes eruit halen en namelijk hier gaan inzetten. Dus nog een keertje om het te laten zien. Oh, eventjes. Godver. <laughs> eventjes terug opnieuw. Je ziet het dus, hier staat redstone bij. Nu kun je eigenlijk hendels redstone gaan gebruiken om jouw hoppers te gaan bedienen. En vanaf nu kan deze ook items hierin en eruit halen. Let op, als je jouw configuratie fout hebt ingesteld, dan gaan trechters altijd items erdoor kunnen laten. Zonder zelfs dat de plugin dat gaat tegenhouden of zonder dat die redstone staat. Om er tegen te gaan moet je even naar je server gaan. Dan heb je hier een mapje paper.iml. En in die paper.iml zou deze regel als volgende moeten staan. Maar ik heb hem nog niet echt gevonden. Dat is deze regel. Uh, ja, natuurlijk zie je hem niet goed. Hopper.disable-move-event. Disable dat regeltje dat moet je eigenlijk op vals zetten. En als je dat op vals hebt gezet... Dan pas gaat dit gaan werken met Redstone. Dat is iets niet van de plugin zelf, maar van paper. Bij een deur kun je nog iets extra aan toevoegen. Standaard, als ik een deur open doe, dan blijft deze open. Maar in de plugin kun je instellen dat, die dat alle deuren na een tijdje moeten dichtgaan met een private bord. Dit staat standaard uit. Maar je kunt het ook toevoegen. Rechtermuis op een open bordje, dan heel eenvoudig slash blokklokker. Vervolgens de lijn is in dit geval 3. En hier ga ik een bepaalde tijd gaan toevoegen. Welke tijd ga ik toevoegen? Heel eenvoudig, ik typ timer, dubbelpunt en dan bijvoorbeeld 2. En dan gaat deze deur na 2 seconden als die open staat, automatisch ook weer terug dichtgaan. Ik zal even wegkijken. Dan zie je dus, de deur gaat automatisch dichtgaan na die 2 seconden. Wil je toch iedereen toelaten op jouw deur? Bijvoorbeeld, je hebt uh, een feestje gepland en je wilt het bordje niet weghalen. Dan kan je heel eenvoudig het volgende typen. Every one. Op deze manier. En als je dat doet, dan kan normaal gezien mijn andere account ook gewoon... Hier binnen. en na twee seconden gaat de deur achter zijn gehad dicht. Doek. Trouwens, de tijd gaat van, ik dacht van 0 tot 9 seconden en niet langer, dus dat kun je daarbovenop zetten. Wat je ook nog kunt doen is eigenlijk het volgende: dus als ik eventjes de reo 4 tot je aanpassen, dat is dat je hier eigenlijk het volgende kunt typen. Bijvoorbeeld mijn groep. En als ik dat doe, dan gaat eigenlijk iedereen met de, de permissie als volgende, namelijk deze permissie, groep in kleine letters, niet in grote letters zoals hier. Dan kunnen deze spelers allemaal binnen langs deze deur. Als die permissie hebben. Of als je de ingebouwde uh, groep uh, gebruikt van Minecraft, kun je het ook gebruiken, maar dan moet je wel de hoofdletters gebruiken, zoals op het bordje. Dus ja, dat kan je eigenlijk ook doen. Je kunt dus ook gewoon een groep toelaten aan, namelijk jouw deur, jouw alles wat je eigenlijk zelf kunt kiezen. Nu, om eventjes duidelijk te maken op wat je het allemaal kunt zetten, daarvoor moeten we naar de config files. En hier gaan we een keertje naar de config files. Bij plugins hebben we Blok Lokker. Als eerst hebben we Translation-en. Hier kun je alles vertalen naar het. Ja, elk Nederlands hoeft niet, want dat staat al ingebouwd. Maar hier kun je bijvoorbeeld naar een bepaalde taal gaan vertalen. Trouwens, hieronder bij de tekst staat die private die we van boven hebben gezet. Wat je daar ook mee kunt doen is eigenlijk het volgende. Dat is dat je dit hier neerzet in plaats van private. Dat is dit. Dat is eigenlijk dat je private en privé allebei gelijkertijd kunt gaan gebruiken. Dus dat eventjes ook weghalen. Dat betekent dus dat je zowel privé als private kunt gebruiken voor jouw bordje. Dus dat is best wel handig, dat je dat allemaal kunt doen. Maar hier kun je dus alles aanpassen. Vervolgens hebben we de config.iml. En hier. Zie je translations.en of en. Dit zijn alle vertalingen. En hier zie je dus namelijk de Nederlandse vertaling. Die kun je ook gebruiken als je die hieronder zet. Updater, blijven vanaf. Dit zijn alle items die je kunt gebruiken. Je ziet dus dat we hier de anvils kunnen gebruiken. Een beacon zelfs, een dropper, dispenser, een hopper, een jukebox, chocobox, een smoker... Zo voort en zo verder kun je allemaal doen. Connect containers, dat is eigenlijk wel een handige. Als je standaard hebben de gewone kisten, de grote kisten, hebben standaard maar één bord nodig. Maar de rest, je hebt bijvoorbeeld een, een rij hoppers, die moet je allemaal één per één doen. Behalve als je dit op toe zet, dan hoeft het niet. hoef je maar eentje te doen en de rest wordt mooi eigenlijk beveiligd. Dit zijn protectable doors, dat zijn alle verschillende deuren. Dit zijn de attachables, dat zijn namelijk fence gates en trapdoors. Default Door Open Seconds, hoeveel seconden moeten, na, moeten nadat een deur geopend is terug gaan sluiten. Dus dat kan je daar zetten. Auto Expired Days is eigenlijk heel eenvoudig als een gebruiker of een speler al meer dan 10 dagen niet meer op de server is geweest... Dan wordt gewoon het kist opengezet. Dan kan iedereen aan in die kist. En Allo Destroy by, Heel eenvoudig, alles is beschermd om te beginnen. Dus door een Creeper, Enderman is alles beschermd. Maar als je deze hier onderbij zet, dan kan het, wel, kan het wel opgeblazen worden door bijvoorbeeld een Creeper. En zo kun je dus heel makkelijk ja, jouw spullen gaan beveiligen, zoals kisten, deuren enzovoort. Dus ik hoop dat jullie dit een hele fijne video vonden. En jullie van dan dat duimpje mochten doen. Draag een keertje dat abonneerknopje aan. En vergeet zeker en vast niet dat bellicoontje een keertje aan te raken. Want dan krijg je een notificatie wanneer dat er video's online komen. Maar mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei!